Dirk, gefeliciteerd. Dit kan je wel een verrassing noemen, toch? Nou ja, goed, als jij het zo ziet, dan vind ik dat prima, Pietertje. Kijk, onderlinge resultaat 15-1. Natuurlijk is het al een verrassing als je dan wel wint. Alleen heb ik zelf zoiets van 15-1. Had nooit zo rij mogen zijn, want ik heb echt wel een aantal keer van hem moeten winnen. Maar ja, op een gegeven moment wordt het een beetje zo'n duiveltje in je hoofd. Dat je denkt van, ik kan niet van hem winnen. Maar gelukkig pak je hem dan nu. Maar dat zag je wel dat het dat wel meespeelde in die ene laatste lek, weet je. Die dubbelste zo ver vanaf. Omdat je hem dan een keer kan pakken. En dan ben je gewoon blij dat je dan je daar overheen kan zetten. En hem kan breken in de 11-darts in de laatste lek. Jij zegt dat speelde ook door mijn hoofd in die ene laatste lek. Maar is het ook iets, een statistiek die je in aanloop naar de wedstrijd meeneemt? Nee, helemaal niet. Maar ik, heel eerlijk, ik weet wat mijn piek is. Ik weet hoe goed ik kan zijn. En ik had zelfs zoiets van, het slaat eigenlijk nergens op dat ik zoveel achter sta. Want Gumpa is een hele goede speler. Heel constant, goed, bijna nooit onder 96 gemiddeld. Maar ik heb zelfs zoiets van, mijn piek is echt hoger dan zijn piek, voor mijn gevoel. Hè. En, ja, of mensen het daarmee eens zijn of niet, dat gevoel heb ik. En ik kan nooit 15-1 achterstand tegen hem. Dus ik voel dat ik dichter bij hem zit qua niveau. Maar hij is zeker de betere speler. Hij staat top 4 van de wereld al jaren. Maar ik heb wel het gevoel dat ik dichter bij hem bij zijn niveau zit dan de statistieken vertellen. De wedstrijd, had je al snel het gevoel, nou, hij is wat te pakken vandaag? Nou ja, jawel en niet. Kijk, hij begint gewoon heel goed. Hij begint gewoon, hij mist 12, ik gooi 15 dat 120 is. Dat hij 12 dat hij mist. Volgens mij zie ik die 59, gooi daar wel uit. Eigenlijk het gevoel wat jij nu omschrijft, dat had ik bij 5-2 voor, of 5-3 voor, ik weet niet meer precies. Ja, toen tikte hij die 107 en 116, of 100, ja, 116 uit. Dat was eigenlijk het moment dat ik het gevoel had van, hij is te pakken. En dan komt hij terug met 2-12 dat is, van 5-3 achter naar 5-5. En dan heb ik wel zoiets van, ik moet echt wel full pool. En gelukkig had ik wel het gevoel dat ik toen echt zwaar verbeterde na die 5-5. Je leek er wel van te kunnen genieten van zijn finishes. Zei je? Je leek er wel van te kunnen genieten van zijn finishes. Duimpje. Ja, maar dat is toch mooi, weet je. Kijk, je kan wel balen of niet, maar het is gewoon een... Hij deed een paar exceptionele dingen, vond ik, weet je. Hij zat 5-3 achter. Ik sta er 9 bij de finish, hij staat 9 bij de finish. Ik gooi hem niet uit, hij gooit 170 uit. Ik sta 9 bij de finish, hij staat 9 bij de finish. Ik gooi hem niet uit, hij gooit er weer uit. Ja, dat is toch mooi, weet je. Dat is toch ook wel waarom je dart. En dat tekent je ook om je best spel dan te laten zien. En je kan er wel van gaan balen. Maar ja. Je mist 5 kansen om de wedstrijd 10-7 te winnen. Wat dacht je toen? Snel vergeten? Nou, ik was het er niet mee eens, want ze waren niet in de buurt. Toen had ik wel zoiets van, kom op man. Hij pak jezelf en doe je best. Het begint met een tonnetje. Hij begon 1 trippel voor mij, ik 1 trippeltje. Of hij begon 2 trippels, dat weet ik niet meer. Maar toen na die eerste beurt dacht ik, kom op Dirk man. We blijven niet weggeven. En gooi die 177 en daarna had eigenlijk 180 moeten zijn, was het niet. Maar gelukkig gooi ik dus nog 84 twee pijltjes. In de kwartfinale tegen Chris Dobie, dat kon slechter, maar dat zou hij waarschijnlijk ook zo denken. Ja, maar goed, als je tegen mij zegt kwartfinale Luke Humphries of Chris Dobie, voor mij is dat niet zoveel verschil. Ik vind allebei hele goede spelers en Luke Humphries staat zo hoog nu omdat hij die Eurotours gewonnen heeft. Maar ja, Chris Dobie had kwartfinale op het WK en Humphries niet, dus ik denk dat dat zo, ik vond het een gelijkwaardige wedstrijd en dus een gelijkwaardige tegenstander voor mijn volgende ronde. Vorig jaar had je voor mij vaak als doelstelling minimaal de kwartfinale op een toernooi. Is dat dit jaar ook zo of heb je me al de lat wat hoger gelegd? Nou, ja, maar dat is elk toernooi met doelstelling. Als je het hele jaar kwartfinale zat, ga je uiteindelijk gewoon top 8 of top 6 heen. Alleen ja, ik wil wel uiteindelijk wel een Eurotour of TV-toernooi winnen dit jaar. En ja, maar mij niet zo uit welke het is. De lat ligt nog steeds op laatste 8, maar je hebt hem nog niet hoger gesteld dit jaar. Nee, laatste 4 halen. Dat hij ooit anders zou stellen, want uiteindelijk zeg je van ik wil in principe elk toernooi kwartfinale halen. Ja, en je wil een paar toernooi weer pieken, waarbij je dus halve finale of winst. Maar in principe als je elk toernooi kwartfinale haalt, dat doet bijna niemand. En dat is gewoon je doelstelling, elk toernooi. En vanaf de kwartfinale ga je beuken naar winst, finales, noem het maar op. Ja. En is het dan een toernooi waar je wil pieken? Nou, liever op een ander. Maar het is wel lekker om je jaar te beginnen, weet je. Dan goed voor het vertrouwen, weet je. Kijk, je hebt straks gelijk een paar Pro Tours, Eurotourtje, UK Open. Dus het is wel lekker als je hier een vertrouwenboost krijgt. Mocht je het toernooi winnen, dan ligt er misschien nog een mooie bonus in het verschiet. Ja, daar ben ik niet zo druk mee bezig. Dan moet ik weer gaan praten op mijn werk en heel... Ja, ik
niet eigenlijk. Ik zit steeds dichter bij dat niveau. Maar ja, ik weet nog niet of ik er helemaal klaar voor ben. Ik kom wel eens elk jaar dichterbij en ik wil dit jaar nog een keer verbeteren. En hoop ik volgend jaar of jaar daarna echt klaar ervoor te zijn. En nu, ja, ik zit in de buurt. En als ik het hier goed doe, zou het kunnen. Ja, niet dan niet. Eerst maar goed doen. Daarom. En weet je, laten we heel eerlijk zijn. Als ik geen finale haal, is gewoon, gaat gewoon niet gebeuren. Dus waarom zou ik erover praten? Ik bedoel, een finale hier is moeilijker. Waarom zou ik mijn gedachten bij de Premier League hebben, terwijl ik hier gewoon dit toernooi wil winnen? Vind ik onzin.